Hoog tijd om nog eens mijn auto te gaan wassen. Ik denk dat mijn auto nog nooit in zijn hele leven zo geblonken heeft als dat hij nu doet. That shine though. Ik kan zelfs mijn eigen erin zien. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Het is zaterdag vandaag en ik heb afgesproken met Pieter. Ik zit weer in de auto en het is nu 2 weken geleden, dus hoog tijd om nog eens mijn auto te gaan wassen. Daarom hebben we samen afgesproken, omdat Pieter maakt trouwens ook heel vette foto's van auto's. Wou zich weer een beetje amuseren, dus volg ook onderstaande Instagram. Ik zet hem in de description box om Pieter zijn Instagram te volgen over zijn BMW. Als jullie de vorige vlogs gevolgd hebben, hebben jullie gezien dat ik een pakketje heb aangekregen van Finesse Car Care. Met heel veel autopoetsproductjes in. Van shampoo tot velgenreiniger tot quick detailer, van alles om mee te amuseren. Ik heb al de spulletjes vandaag meegenomen, dus ik ga ze nu uittesten. Een beetje proberen hoe dat ze werken. Ik ga jullie laten zien hoe ik mijn auto was van begin tot einde. En dan ook even een review geven van de producten als zij naar mijn smaak zijn. Het is jammer genoeg niet zo heel goed weer vandaag. Het heeft net een beetje geregend, het is nu gelukkig voorbij. Maar ik ga jullie nu even de status van mijn auto laten zien, hoe dat hem er langs buiten uitziet. En dan gaan we beginnen met washen. Het lijkt misschien niet zo super vuil, maar vooral door de regen hangt er veel vuil op, hangt er veel stof, zand op. Tijd om hem terug te laten blinken, toch wel. Hè? Alright, ik ga jullie even de carwash tutorial zo doen via een voice-over. En dan, terwijl jullie de beelden zien, ga ik uitleggen wat er allemaal precies gebeurt en hoe ik het allemaal aanpak. Let op, het is een vrij lange wasbeurt. Ik heb mijn tijd genomen vandaag. En dit zijn de materialen die ik altijd mee heb. Dus een spons, een vrij basic spons en een kleine velgenborsteltje om de velgen af te werken. Ik start direct met de Redemption Fallout Remover van Monster Shine. Dat is een velgenreiniger, die spray ik eerst op de velgen met het moment dat ik start met de carwash. Zo heeft de velgenreiniger eigenlijk tijd genoeg om in te werken en kan die stilaan al een beetje het vuil gaan afbreken terwijl ik al de rest doe. Dus hier spreek ik het overal op de 4 velgen. Dan start ik met een foaming in dit geval. Ik heb hier de schuimlans die ik kan aanzetten. Dat is een goede tip voor mij. Heb jij een schuimlans of een andere voorwas in je carwash, dan raad ik dat meestal wel aan om te doen, omdat dat toch al een beetje het vuil kan losweken en eigenlijk een goede start is van de carwash. Dus moest je het hebben, raad ik je aan om daarmee te starten. Niet iedere carwash heeft een foaming gelijk deze. Deze vind ik echt super fijn, omdat hij even ook een paar minuutjes kan laten intrekken. En plus het ziet er gewoon heel mooi uit. Het is echt een fijn effectje om dat mee te doen. Je auto wordt in één keer wit en geveranderd en volledig van kleur. En het is gewoon fijn om te doen. Dus heb je een snowfoam, je kunt het trouwens ook thuis doen. Sommigen kunnen aan de hoge druk reiniger of aan de tuinslang aanspuiten. Ook een heel goede tip. Ik laat dit een paar minuutjes inweken en je ziet hier al dat de velgenreiniger goed zijn werk heeft gedaan. Want de velgen beginnen als het ware te bloeden. Hier ziet je het rood heel goed. Het vuil is dus goed losgeweken. Ondertussen is de foaming ook heel goed aan het intrekken. Pieter is naast mij zijn auto aan het wassen, dus we zijn samen met ons 2 keer bezig.
Ook even de foaming erop aan het spuiten, een paar minuutjes laten intrekken. Ik laat het meestal een 4-5 minuutjes inwerken en dan ga ik de auto afspuiten puur met water. Ik pak de hoge druklans. Ik spuit eigenlijk al de foaming ervan af. Ook de velgreiniger mag er nu al af. En dan kan dat stukje al losweken. Waarna ik dan kan verder gaan met de effectieve was met de hand. Als dit gebeurt, dus ga ik met de shampoo de emmer vullen. Ik gebruik altijd een emmer met eigen poetsproduct. In dit geval heb ik de Sour Apple Shampoo van Monster Shine gekregen. Die heeft trouwens een super goede geur. Zoals het de merk al zegt, die gaat ruiken naar appel. Het is echt heel fijn om mee te wassen. Goede tip, zoals je net zag, begin altijd eerst van boven en werk zo naar onder. De ramen altijd goed je tijd voor nemen, want die zijn meestal heel erg vuil met allemaal restjes, spatten op. En dan heel uw werk van de wagen natuurlijk afgaan. Ik ben hier met de motorkap goed aan het invrijven. Ik heb sommigen zeggen je moet cirkeltjes wrijven, sommigen zeggen je mocht in strepen gaan. Ik heb nog niet zo heel veel verschil gemerkt, dus als je een goede tip hebt voor mij van Sam, je moet dat zo doen, laat me dat zeker weten. Ook de velgjes gebruik ik hier even de borsteltje wat jullie juist zagen, om ze goed in te smeren of in te wrijven, dat al het vuil goed loskomt. En dan werk ik nog even af snel met de spons erover, om ook het buitenste oppervlak proper te hebben. Dan nog een goede tip, ik gebruik de velgenreiniger soms ook tussen mijn embleempjes. En bij de BMW ook nog eens tussen de antenne bovenaan, omdat er soms vuilrestjes in komen, dan kan het nog goed losweken. Dan opnieuw water pakken, afspuiten, weer van boven naar onder proberen te gaan. Goed zo Sam, niet eerst de velgen en dan, ja goed zo jongen, van boven naar onder gaan. Omdat al uw zeep dan goed kan aflopen, anders als je van onder zit te spuiten, je gaat van boven terug opnieuw beginnen, ja dan hangt uw zeep weer over je auto. Alle oppervlakte goed afspuiten dat de auto, dat de zeep er goed vanaf is. En dan ziet de wagen er zo uit. Het zonnetje begon net mooi te schijnen, dus je ziet het leuke effect erop van het water wat er nog op blijft hangen. En dan is het natuurlijk een kwestie van drogen. Maar voor het drogen neem ik eerst deze aftrekkers. Een soort van aftrekker waarmee dat ik de ramen doe en de grote oppervlakte. Om het grote deel water er al af te gooien. En dan pas kan ik eigenlijk de doek gaan nemen, de droogdoek, waarmee dat ik de wagen juist ga afdrogen. Ik ga in dit geval ook gebruik maken van de quick detailer die ik heb gekregen, want daar was ik heel heel benieuwd naar hoe dat die zijn werk gaat doen. En ik neem een droogdoek die ik erbij had gehad. Eén keer spuiten per paneel. Goed afdrogen met de doek. En dan gaat je zien dat er direct al een veel, veel, veel mooiere glans op komt. De auto zag er echt schitterend uit. Het ziet er misschien een beetje anders uit op beeld, maar hij blinkt ongelooflijk goed. Plus de geur, ook hier weer van de quick detailer, was super. Hij noemde cherry bomb en geeft echt een heel, heel fijne geur af terwijl dat je bezig bent. Goed de grote droogdoeken gebruiken en natuurlijk af en toe ook eens goed uitwringen, want ja, dat bevat water, hè, wat je dan aan het afvegen. Als de grote delen zijn gedaan, dan heb ik altijd nog een tweede droogdoek bij om extra af te werken. En in dit geval om ook gebruik te maken van de glazen reiniger en daarom nog eens goed proper te maken. Dat de glazen goed gaan opblinken, want daar moet je natuurlijk goed door kunnen zien. Hè. Het drogen is op zich hier al gebeurd. Daar heb ik nog een paar spulletjes bij. Maar ik ga eerst iets heel belangrijks doen. Hetgene wat ik hier net heb aangeduid, dat zijn de binnenkanten van uw auto. Namelijk de lijsten, de binnenlijsten hier van de koffer. Die ook altijd heel nat zijn en die sommige mensen gewoon vergeten mee af te drogen. Dus heel 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 belangrijk, even de koffer open doen. Ook het tankklepje open doen, want daar zit vaak veel water in wat er achteraf nog uitloopt. En even met een doek doorgaan is nog maar een paar seconden werk en het is geregeld. Maar zeker niet vergeten, want dit zijn belangrijke stukken die mensen soms overslaan.
Ook de deurlijsten natuurlijk. Er zijn heel grote oppervlakte die binnenin nat worden en die snel vuil worden. Je ziet hier de druppels allemaal hangen, een doekje pakken en goed afvegen. Want dat wordt vaak vergeten. En niet vergeten, want dan word ik boos. Dit is ook het eerste wat je ziet als je in de wagen stapt. Dus als daar plekken op zijn en zo, daar zou ik persoonlijk niet tegen kunnen. Ik ben misschien een overdrijven, dan moet je het zeggen. Maar dit moet van mij zeker afgewerkt zijn. En dat laat van mij zien dat je het er werkelijk om geeft om die auto proper te hebben. Ik heb deze keer zelfs de koffer, de motorkap even open gedaan. Want ook hier hangt heel veel nat nog in wat ik wil proper hebben. Ik heb de koffer, de motor zelf ook even afgeveegd, want er zat een beetje stof op. Dat alles er weer shiny uitziet, want zo'n motor mag wel eens blinken, vind ik dan wel. Hier ook weer goed uitwringen en dan is het tijd om de banden en de velgen af te werken. Je ziet hier dat mijn banden vrij dof zijn, vrij grijs, dus daarom ga ik gebruik maken van deze Aquagloss Tire Dressing. Het is een soort van bandenzwart, wordt het ook wel genoemd. Je spuit het op de band zelf, of toch aan de zijkant van de band, om hem eigenlijk die doffe look weg te halen en hem terug mooi te gaan opblinken. Ik heb hier, als ik hem ingespoten heb, gebruik gemaakt van een ouder microvezeldoekje om het product in te smeren. En dan gaat je zien dat er echt een hele mooie shine op zit. De band zelf blinkt mooi en het past veel beter in het geheel. Hier nog eens een andere band die in de zon staat. Dan gaat je het misschien op een ander beeld zien. Maar je ziet direct een veel mooier glans en een veel donkerder, zwartere look echt. Dat maakt het wel af. En dan de velgen natuurlijk nog snel afvegen. En dan blinken ze op en top. Terug van de carwash. En ik denk dat mijn auto nog nooit in zijn hele leven zo geblonken heeft als dat hij nu doet. Ik heb alle producten, of toch bijna alle producten getest. Ik heb het binnenkant niet gedaan, interieur is niet gebeurd. Enkel buitenkant, waar we wel anderhalf uur of zo bezig geweest. Met wassen, drogen en alles erop en eraan. De auto blinkt op en top nu. Zowel die van mij als die van Pieter. Ik ga nu even checken wat het resultaat is van de Monster Shine producten. Abnormaal hoe die spiegelt. Ik kan zelfs mijn eigen erin zien. Die glans is niet normaal. De velgen blinken ook heel fel en ik ben heel content van de banden. De bandenopblinker zelf, dus de banden zwart. Ja, dat is al van het kleine stukje naar de fotospot waar we hier nu zijn. Te rijden is al terug vuil geworden, maar maakt niet zoveel uit. Dat ziet je niet echt. Maar that shine though. Wat ook heel fijn is. Door de quick detailer, de auto voelt zacht aan. Die lak is echt super super zacht nu. Voelt heel fijn aan. Als we toch voor zoveel tijd erin hebben gestoken om onze auto mooi te maken, dan gaan we toch wel best ervan profiteren om een fotoshoot te doen. Hè. Pieter, zoals ik al zei, maakt heel chique foto's voor Instagram, voor andere media. Dus hopelijk kunnen we vandaag weer een paar vette dingen shooten. Dan heb ik vette beelden van mijn auto, hij van zijn auto. En hier is best wel een coole spot. Ik ga jullie laten zien hoe het hier uitziet. We hebben zo'n soort verlaten gebouwen gevonden. Ik weet niet of ze nog gebruikt worden. En hier is zo'n laden los stukje. Dat is wel vet nog. Tussen de tunneltjes, tussen de muurtjes zo in. Wel cool.
zonnetje schijnt. Ideaal. Dat mag wel. Ik had echt schrik dat het terug zou gaan regenen. Dat alles voor niks zou zijn. Maar dat is gelukkig niet het geval. De zon schijnt. Dat mag zo blijven. Want het heeft, gisteren heeft het weer gesneeuwd. Gisteren was het ook ijskoud. Vandaag valt het best goed mee. Dus ik ben blij dat het beter weer wordt. En vanaf nu mag het alleen maar zo blijven voor mij. De resultaten van de fotoshoot wil ik nog op mijn Instagram zetten. En gaat Pieter ook op zijn Instagram zetten. Dus de twee accounts komen hieronder te staan. Ga zeker eens een kijkje nemen van het resultaat. Voilà, hopelijk vonden jullie het een fijne tutorial en review. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Moest je graag ook zelf de producten willen uittesten, proberen, dan kunnen jullie gaan naar finessecarcare.be. Ik zet de link in de description. En gebruik zeker mijn kortingscode BMW SAM. Ik zet hem hier, BMW SAM. En dan krijgen jullie maar liefst 15% korting. Dat is zeker een goede test om al die spullen maar eens te proberen.